Yo, kijkers van Dutch Games Day, maar vandaag een nieuwe commentaar. Vandaag heb ik een 139 seconden Mole Fury. Het is met de MP9 Sabotage op Dome. Het is wel beter gespannen, maar hij is van de Cup Molukken. De Cup Molukken, daar heb ik alle Mole op het game gezegd van. Ik heb van mezelf, maar die komen er nog aan. Hij speelt met de MP9 voor met Scavenger. Hij speelt met Sidewind. En dan denk ik, even kijken, Assassin of Overkill. Nee, ik denk Assassin. Ik weet echt niet, sorry mensen ervoor, want deze game is al best wel oud, maar het is gewoon een dikke man. Hij speelt met special met Scavenger, kijk er al Stalker. Het is echt een hele snelle gameplay dit. Om naar te kijken sowieso, als je op Dome, er komen er meer mobs aan, er komt er nog, dus, binnenkort 40 seconden mobs van hem, of 39 seconden. En nog een, even kijken hoor, ik heb trouwens hier in mijn harde schijf staan, Roxio. En het is een binnen 2 minuten moab, dat heb ik ook nog. Dus dat komt allemaal wel goed. Sowieso komt dat goed. Ja, dus wil je meer van Beast Gameplays of van Ghost? Ik heb net op Ghost geüpload. Maar deze video gaat geprent uploaden. Dus ja, maar ja, ik wil één ding zeggen. DGD Army, dankjewel voor alles. Dankjewel voor het steunen. En zo. Dus ik zie jullie later. Doei. You're in the basement.